Sybrand Buma. We zijn live op Facebook. Welkom aan alle kijkers die meekijken. Afgelopen weekend pleit u in het AD eigenlijk voor een herinvoering van de opkomstplicht voor de dienstplicht. Daar hebben we een heleboel reacties op gehad. In dit filmpje geven we wat uitleg. U zei in het interview met het AD, we zijn normaal gaan vinden wat niet normaal moet zijn. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dat klopt. En laat ik beginnen met te zeggen dat ik zelf ook overrompeld ben door de vele reacties die tot vandaag ook binnenkomen. Dus blijkbaar is het een thema dat heel veel mensen bezighoudt. En dat is niet alleen de uitvoering, maar ook de vraag daaraan vooraf. En dat is die vraag over dat niet normaal vinden wat normaal is. En eigenlijk weet iedereen waar we het over hebben. We hebben het over polarisatie. We hebben het over mensen die op sociale media schelden, anderen wegzetten, te kijk zetten. Ik denk aan een Facebook of een Instagram-account als straathyena's. Dat is dus een account waar je films op stuurt. En die krijgen zo'n 30 per dag binnen van vernielingen, molestatie of weet ik wat. Wat dus leuk moet zijn, terwijl dat vreselijk is. Dus wat niet normaal is, iets kapot maken, mensen beledigen, mensen aanvallen. Dat lijkt steeds meer onderdeel te worden van onze samenleving. En dat is iets wat we samen moeten bestrijden. Hoe komt het dat we met deze problemen te maken hebben? Het sluipt erin, in mijn gevoel. Het is niet nieuw, maar het wordt wel steeds erger. En aan de reactie merk ik van heel veel mensen dat het mensen ook steeds meer irriteert. Kijk, we zijn een samenleving die steeds meer individueel is, individualistisch. We doen wat we zelf willen en de rest doet er minder toe. Terwijl, als je kijkt hoe het CDA een samenleving zou willen zien, en blijkbaar ook heel veel mensen in Nederland, dan is dat een samenleving van mensen die respect hebben voor elkaar, omkijken naar elkaar. En het besef dat je dus respect hebt, elkaar zelfs nodig hebt, dat je het niet in je eentje redt, dat besef is eigenlijk in de afgelopen jaren verdwenen. En daar zie je nu het resultaat van. En u zegt, u heeft nou een voorstel gedaan, eigenlijk om het tijd te keren, want wat zijn de gevolgen als de samenleving hier niets tegen onderneemt, als we niks doen? Ja, want we hebben als CDA het voorstel gedaan om de dienstplicht erin te voeren. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het gaat ook om wat mensen zelf kunnen doen. En vooral spreek ik diegenen aan die denken dat het normaal is om, ik noem maar een voorbeeld, stenen te gooien naar bussen. Moet je indenken. Dus je zit in een bus als chauffeur of passagier, rijdt door een gewone stad als Almere en dan gaan de stenen door de ruiten. Gevolgd, de bus rijdt niet meer. Alsof die stenengooiers winnen. En dat moet omgedraaid worden. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Het omdraaien van wat normaal is. Niet het stenen gooien, maar het zorgen dat dat niet gebeurt. Dat is de norm die we moeten hebben. En hoe draaien we dat dan om? Nou, dan komt die dienstplicht erin. Kijk, het besef dat we in een land leven met 17 miljoen mensen die samen ook een opdracht hebben, dat is weg. Iedereen leeft voor zichzelf. En in de dienstplicht, die nog in de grondwet staat, in die dienstplicht is het idee dat je beseft dat je voor de samenleving inzet. Bij de krijgsmacht heel, heel direct, het gaat om het verdedigen van je land. En vroeger was het zo, we hadden een vijand in het oosten en we moesten allemaal onder de wapenen kunnen om ons land te verdedigen. Dat is anders. Onze krijgsmacht is een professionele krijgsmacht. Maar de achterliggende idee dat je in een periode mensen van allerlei afkomst, allochtoon, autochtoon, rijk, arm, hoog opgeleid, laag opgeleid, bij elkaar binnenbrengt, bij elkaar brengt. Of bij de krijgsmacht, of in de zorg, of in veiligheidsorganisaties. In ieder geval dat besef dat leven in Nederland niet alleen maar is what's in for me, maar dat je ook iets terug doet. Dat was die oude dienstplicht en dat is wat terug zou moeten komen. Ja, we hebben heel veel reacties gezien op het stuk de afgelopen paar dagen eigenlijk, zowel online als ook in brieven. En heel veel mensen die zeggen, ja, er zijn heel veel problemen in de samenleving, maar de politiek is nou ook niet echt het goede voorbeeld in hoe ze elkaar bejegenen en dergelijke. Hoe vindt u dat? Nou, het is waar dat de reacties ook bij mij, want ze komen ook bij mij persoonlijk binnen, ook heel erg gaan over een trend en een politiek die in de ogen van mensen niet altijd meehelpt. Want ook, en dat zie ik heel goed, ook in de politiek zie je die polarisatie. We hadden al aan de ene kant de PVV en nu hebben we aan de andere kant een club als DENK, die eigenlijk precies hetzelfde doet, maar dan een spiegelbeeld. En die krijgt natuurlijk heel veel aandacht. Terwijl het CDA van oudsher een partij is die politiek juist vanuit het midden wil hebben. Polariseren lost niks op.
Ik heb ook gezegd, polarisatie is de vijand van de oplossing. Want uiteindelijk is dit een land altijd geweest van verschillende groepen, verschillende minderheden, die samen tot iets moeten komen. En het lijkt wel alsof iedere groep in zijn eigen kokertje is gekomen en geen contact meer heeft onderling. En dat is wat weg moet. Het gevoel dat je het wel zelf aan kan, dat je zelf de norm bent, terwijl een samenleving moet hebben die gezamenlijk op zoek gaat naar zijn toekomst. Veel mensen zeggen, eigenlijk begint het probleem thuis, dat kinderen niet meer goed opgevoed worden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat is waar. Als je ook ziet hoeveel gebroken gezinnen er zijn waar het voor kinderen heel moeilijk is om een toekomst te vinden, waar ouders het moeilijk vinden, alleenstaande ouders, om hun kind goed op te voeden, waar de ankerpunten kwijt zijn. Dat is wel een hele grote zorg die daarbij komt. Dus het begint met opvoeding. En ik zie ook heel goed dat opvoeding voor heel veel mensen gewoon een behoorlijke opgave is geworden. Misschien ook altijd wel geweest is, maar ook daar geldt weer, als je de ankerpunten kwijt bent, de oude waarden en de normen die we in deze samenleving hadden, over wat goed is en wat kwaad, als dat kwijtraakt, dan verliest de samenleving zijn samenhang. Dus die dienstplicht is niet een vervanging, vind ik heel erg belangrijk, van een goede opvoeding. Hè? Dat is echt heel wezenlijk. Maar het is wel een antwoord op versplintering. Een antwoord op jongeren die alleen maar aan zichzelf denken en niet meer het besef hebben dat er ook een gezamenlijkheid is. Ja, want dat is een van de dingen die ook zei, ook als reactie uit de krijgsmacht. Ja, we zijn een professionele organisatie, maar we zijn geen jeugdzorginstelling. Dus kan de krijgsmacht dat aan? Dat vind ik een belangrijk signaal uit de krijgsmacht. En niet alleen daarvan dan kwam dit signaal. Ik vind het ook van belang om in reactie te zeggen, de basis van de krijgsmacht is veiligheid bieden. En dit blijft een professionele organisatie die in de afgelopen jaren deze organisatie is geworden. Maar er zijn wel degelijk taken ook voor dienstplichtigen. En ik zeg daarbij ook niet alleen in de krijgsmacht, ook daarbuiten. Sommige, ook dat waren trouwens reacties die ik van belang vind. Mensen die zeggen van ja, je gaat een geradicaliseerde jongere toch niet een wapen in zijn handen geven. Dat is een heel belangrijke reactie. Zie ik ook heel sterk. Daarom zeg ik ook, het is niet zo dat iedereen nu in de krijgsmacht onder de wapenen gaat. Er zijn meer mogelijkheden om die taken uit te voeren. Zolang het maar gaat om dat besef dat onze samenleving iets is waar je je voor inzet. En als dat vanzelf niet gaat, dan is de dienstplicht een heel goed middel om dat voor elkaar te krijgen. En als dat niet bij Defensie is, op wat voor andere plekken zou dat dan kunnen zijn? Wat veel wordt genoemd is de zorg, waar natuurlijk veel werkzaamheden gedaan moeten worden. En ik merk nu al bij de maatschappelijke stage, die sommige scholen gelukkig nog hebben, dat jongeren die taak ook heel mooi vinden. Alleen, ze moeten een drempel over. En die drempel kom je niet zo makkelijk meer over. Ik denk ook aan de politie bijvoorbeeld, misschien de brandweer. In verschillende taken kan je het je voorstellen. En ook daar geldt, sommige taken kan je uitvoeren, andere niet. Heel duidelijk. Wat de basis blijft voor mij is het omdraaien van dat denken. Weg van de gedachte dat je het allemaal zelf wel redt, dat je niemand nodig hebt. Toe naar het besef dat het anders is. En dat die samenleving ook wel die eis mag stellen. Ja. En nou was een van de dingen natuurlijk ook die veel genoemd werden van ja, Defensie heeft op dit moment grote financiële problemen. Hoe realistisch is het herinvoeren van de dienstplicht? Daar moet geld bij. Moet je daar enig idee van? Nou, dat klopt. Laat ik vooropstellen, dit mag niet ten koste gaan van de krijgsmacht. Het moet een ondersteuning zijn. Maar los van die dienstplicht moeten wij investeren in die krijgsmacht. Want de krijgsmacht loopt echt op zijn laatste benen. Dus dat kan niet. Dus in het belang van onze veiligheid, in een onzekere wereld, moet dat. De dienstplicht kan wel een waardevolle aanvulling zijn. Ik geloof ook niet dat je voor ogen moet hebben dat iedere jongere vanaf 1 september in een dienstplicht komt. We zullen dit klein moeten beginnen en moeten uitbouwen. Daarom heb ik ook gezegd, laten we beginnen met een gerichte dienstplicht op die jongeren die ontsporen, op die raddraaiers. Om daarmee te beginnen te laten zien dat het anders moet en anders kan. En van daaruit uitbouwen. En dan is het ook het gesprek met anderen, vergeet niet, ook in de politiek zullen veel partijen moeten overtuigen om te kijken hoe we dat kunnen uitbouwen. Ja, en dan begin je met een erg moeilijke groep eigenlijk. Zijn dat de jongens die je, nou ja, die je in een half jaar in zo'n dienstplicht wil hebben? Of? Nou, jongens en meisjes. En de invulling daarvan hangt af van die jongeren.
Dus wat ik net zei, je gaat iemand die dreigt te radicaliseren niet met een wapen in de krijgsmacht zetten. Maar ik kan me niet voorstellen dat er jongeren zijn die niets kunnen. Die gewoon niet in te zetten zijn. Dan krijg je ook geen baan. Het moet dus breder zijn dan alleen de krijgsmacht. Ik noemde net de zorg, ik noemde andere veiligheidstaken. Er zijn genoeg functies te vervullen. Maar je zal dat meer op maat moeten maken dan in de tijd de dienstplicht, die echt alleen maar militair was. Maar ik sluit er wel bij aan, vergeet niet dat we in de grondwet nog altijd de dienstplicht hebben staan. Het enige wat we niet meer hebben is de opkomstplicht. Dus het is te veranderen door de wet aan te passen. Nou, dan zou ik zeggen, begin daar ook mee. En voor mij als leider van het CDA geldt, ik besef heel goed dat je klein moet beginnen en dat je vervolgens moet uitbouwen. We krijgen tijdens deze uitzending ook nog veel vragen binnen. En een aantal die binnenkomen zijn, is dit plan financieel haalbaar? Dat is dus de vraag die we net ook al een beetje behandelden. Het is alleen haalbaar als je bereid bent, en dat ben ik, om het stap voor stap in te voeren. En sommigen hebben gezegd, het kost 5 tot 7 miljard euro. Ja, als we dus vanaf 1 september of 1 januari alle jongeren meteen een dienstplicht van een jaar geven in de krijgsmacht. Maar het kan korter. Je noemde zelf al een half jaar, er valt over die lengte te spreken, er valt over de invulling te spreken en er valt over het aantal jongeren daarmee waar we mee beginnen te spreken. En op die manier begin je relatief klein en al naar gelang de werking breid je het uit. Sybrand, bedankt voor uw tijd. Heeft u nog een laatste boodschap voor de kijker? Ik vind eigenlijk de belangrijkste boodschap, ook in reactie op de vele berichten die wij kregen, besef dat we in Nederland echt een hele grote vraag te beantwoorden hebben over polarisatie die we niet willen, over geweld dat we niet willen, over vernielingen die we niet willen. Heel veel jongeren die niet de richting opgaan die we willen. En dat is een taak voor ons allemaal. Ik spreek die jongeren aan, maar ik spreek ook de samenleving aan. Op een nieuw soort samenleving die er is voor elkaar, waarin we respect hebben voor elkaar, een boodschap hebben aan elkaar en niet alleen maar voor onszelf leven. En als die discussie verandert, dan kan ik alleen maar zeggen, dan zijn we echt ergens mee op een goede weg.